En Staatsoliemaatschappij Suriname, NV, heeft de samenwerking met Chevron Exploration Suriname Limited uitgebreid. Dit houdt in dat er in het shallow offshore gebied van Suriname Chevron exploitatie, ontwikkelings- en productierechten heeft verkregen. Het Amerikaans bedrijf heeft gisteren een productiedelingscontract getekend met Staatsolie. Het Surinaams bedrijf heeft via zijn dochteronderneming Paradise Oil Company, NV, POC, een participatieaandeel van 20%. De overeenkomsten stellen Staatsolie in staat om vanaf de eerste dag een actieve rol te spelen in het partnerschap. De kosten in de exploratiefase zijn voor rekening van Chevron. De exploratiefase zal zoals opgenomen in het contract van blok 7 8 jaren duren, opgedeeld in 3 fases. Daarin staat ook opgenomen dat Chevron voorkeur dient te geven aan materiaal, diensten en producten die door Surinaamse bedrijven worden aangeboden. Blok 7 ligt in het westen van het ondiepe offshore gebied en heeft een grootte van 1867 vierkante kilometer.